En hoe smaakt die? Ja, lekker. Jawel. Ja. Toch wel. Dat maakt veel goed. Lang verwacht, niet gekregen, maar dan nu toch een alternatieve hostie voor het prinsessenpaar. Ik heb je mij vergeven, dus geven. Wanneer dacht u van ik ga als meneer pastoor? Vanaf eigenlijk dat ik dat interview gezien heb. Toen dacht ik van we moeten de kerk in de midden laten. En na dat interview bij L1 werd het weigeren van de hostie aan het prinsessenpaar ineens landelijk nieuws. De prinses blikt terug op een bewogen week. Ik had vooraf eigenlijk niet in gedachten dat het zo'n commotie zou worden of dat het zo groot zou worden. Het had niet gehoeven. Ik dacht eigenlijk dat het wel binnen de dorpen rondom zou blijven. Maar het is geëxplodeerd. Hij gaat niet mee met zijn tijd. Ja, wat doe je eraan? Doe je toch niks aan? Je kunt slecht tegen hem zeggen, je mag niet meer in de kerk komen. Ja. Is het aan de ene kant ook niet mooi hoe een dorp achter de prinses is gaan staan? Ja, dat is sowieso fantastisch. En het is geweldig. Hè? Zeker hier in het dorp, in Itteren, maar ook Bulgaren, Bunde. Zelfs tot aan de Tempeliers gisteren nog in de machtsoverdrag op de burgemeester. Het is mooi om te zien. Wat zei u net tegen de prinses? Ik zei gefeliciteerd, prinses. Ik vind het leuk om in Itteren even te komen kijken. Zeker met die wat onstuimige aanloop die je gehad hebt. Kijk, de kerk heeft zo zijn eigen regels. En ik heb geen enkele twijfel om aan de integriteit van de pastoor erover te twijfelen. Maar het verhoudt zich wat lastig met de tijd waarin we nu leven. Dat voelt iedereen, hè? Komt er nog een soort van gesprek of zo met de pastoor? Ja, het hoeft geen staartje meer te krijgen. Nee. We gaan dus nu focussen op de carnaval, waar we prinsessen voor zijn. We gaan vandaag alles geven, morgen nog. En dan is het klaar.